Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur doet moeite om leerkrachten die naar het binnenland moeten daar te krijgen. Onderwijsminister Henry Ory zegt over de watersnood in het achterland daaraan weinig te doen valt. Het is simpel, wij kunnen niks doen aan natuurgeweld. Ja, je kan niet van mij verwachten dat ik water naar het binnenland breng. Er is werk nu verricht door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en ROS dat er water gekomen is. En ondertussen heeft de natuur ons gezegend, want water, er is regen geweest. Dus de urgentie wat dat betreft is niet noodzakelijk op dit ogenblik. En wij werken nu aan de leerkrachten naar het binnenland te brengen. Simpel als dat. De minister geeft verder aan dat er wat problemen zijn met vliegmaatschappij GUM Air, welke nu ook moeten worden aangepakt. Een groep leerkrachten is op eigen initiatief teruggekomen naar de stad. En zij hebben nu moeten ze kijken hoe ze zonder toestemming van het ministerie zijn gekomen. Dus zij zullen maar kijken op welke wijze zij terug moeten gaan naar het binnenland. Maar die zaak is dus, wordt genormaliseerd. Ory erkende dat er daadwerkelijk scholen in Paramaribo zijn waar extra grote klassen zijn gevormd. Dat is echter niet over de gehele linie het geval.